Dit is echt de meest ongemakkelijke prank die je ooit hebt gezien. Die man heeft er gewoon geen zin in. It's just a prank, bro. YouTube wordt tegenwoordig bezeten door prankvideo's. En sommige prankvideo's zijn fantastisch, sommige prankvideo's zijn hilarisch. Maar er zijn ook een aantal prankvideo's waarvan je denkt, yo, wat doe je hier überhaupt? Waarom zou iemand zoiets doen? En sommige prankvideo's zijn gewoon nepper dan dit briefje van $2000. Maak je niet druk, oké? Het is nepgeld. Oké, en nou hebben wij natuurlijk samen wel eens slechte reclames bekeken of slechte tv-programma's bekeken. En daarom lijkt het me vandaag leuk om samen met jou gezellig slechte prankvideo's op YouTube te bekijken. En te zeggen wat er zo verschrikkelijk slecht aan is. Let's go! I bought this toy grenade at Walmart recently. And it looks pretty real. So I want to prank my roommate with it. And see if he buys it, see if he thinks it's real. Even. Zien jullie dit? I don't know what that is, but even voor de duidelijkheid, deze man gaat dus met een nepgranaat zijn roommate pranken door te zeggen dat het een echte granaat is. Sorry, waarom lach ik al? Ik snap het niet. Hey, I found this out in the backyard. What do you think it is? Holy shit, man. You know what that is? What? It's a grenade! Grenade? It's a grenade! Why would there be a grenade in out of the yard? Just put it on the counter. Just put it on the goddamn counter, man. Do not what pull the pin. Do not take your finger away. Take your finger away from that pin. Come if on. If you touch that pin, we're all gonna. Do not pull that pin. Nothing's gonna happen. It's a grenade. We're all gonna die if you pull the pin. Have you seen a movie before? Here, just give it to me. No. Do not pull that pin. Nothing's gonna happen. Do not. Come on. No. Plastic! It's a toy! It's a toy grenade I bought from Walmart. Walmart? They sell these things? It looks real! Oh my god! It almost gave me a heart attack. Really, bro? Dit is zo verschrikkelijk slecht. Dit is echt niet normaal. Deze guy staat zo super nonchalant iets te eten tegen die keuken aan. Nam nam nam, ik sta lekker tegen de koelkast aan, lekker te eten. Ik verwacht echt geen prank of zo hoor. Nee. Nam nam nam. Hey, back. Die ogen van deze man, dit is echt. Hier moeten ze een meme van maken. Dit is meme material, oké? Doe dat! Hij trekt die pin eruit. Je hoort echt het meest crappy speelgoedgeluidje ooit. En in plaats van dat deze guy gewoon wegrent uit de keuken met de gedachte van, oh, als ik hier blijf, ontploft het hele huis. Misschien moet ik maar naar buiten. Blijft hij freaking out staan. Oké, ik neem terug wat ik net zei. Dit is meme material. Dit is echt de slechtst geacteerde prank ooit. Ooit. A super good prank phone call. Yes. Oh shit, dude. Deze jongens zijn letterlijk niet slim genoeg om te beseffen dat het de bedoeling is dat je een prank bij iemand anders uithaalt in plaats van bij jezelf. Dit snap je toch niet? Kom op, get up. Tuurlijk, het is super sneu voor zo'n joch, maar laat het een les zijn voor iedereen. Doe geen domme dingen met secondenlijn, alsjeblieft. Hey people, how you doing? This is Matt Dempsey. What up, Matt Dempsey? You alright? I'm doing fine, man. Amazing, man. Let's do a prank, okay? Let's go, man. I just put the saran wrap on this toilet. I'll show you whether there's saran wrap on it. Deze prank, die ook vaker wordt gedaan als 1 april grap, kennen we natuurlijk allemaal. Waarin je dus gewoon doorzichtig folie over een toilet heen spant, zodat als iemand dan moet gaan... Je snapt wat ik bedoel. Dit gaat hij doen. Leuk idee, totdat... Hij staat dus in het toilet met een camera, terwijl er iemand anders op de wc zit. En het enige wat hij doet is... Shh, shh. Maar niet even zachtjes, zodat die gast het niet hoort, maar echt gewoon... Shh, straks hoort hij ons! Shh. Shit. What the fuck, I got shit on my ass. Ja, sorry, maar deze reactie, I got shit on my ass. Ik vind het gewoon te grappig. Ik kan er gewoon te makkelijk doorheen kijken. Alsof nou iemand, potverdorie, ik heb poep op mijn billen. Snap je wat ik bedoel? Geluidskwaliteit, dingen en zo. De volgende prank is van een moeder die dus samen met haar zoontje de vader gaan pranken. Het is de meest zielige prank die je ooit gaat zien. Cute boy though, cute boy.
I like the boy, oké? Okay? Hij kan er niks aan doen, I like him. Ik heb geen idee wat ze gaan doen. Zo, die man heeft er gewoon geen zin in. Zijn reactie is echt priceless. Het is echt perfect. De eerste keer geeft hij geen fuck. Dan gaat die moeder de tweede keer. En die man heeft ook echt zoiets van, ja, waar ben je nou mee bezig, vriend? En de derde keer komt in zijn oog. En dan heeft hij iets van, okay, fuck, I'm out, I'm done. Ik ga terug naar mijn werk. En het mooiste is dat dat kind nog een waterballon heeft die hij nog op zijn vader moet gooien. De stilte is onuitstaanbaar. Dit is echt de meest ongemakkelijke prank die je ooit hebt gezien. I love the internet. En dat was de video. Abonneer op mijn kanaal zodat je elke week op de hoogte bent van mijn nieuwe video's. En ik zie jullie gewoon volgende week weer. I love you. Ja. Let's go. Oké, de eerste selfie die ik ga nadoen is van... Oké. Dat moet wel te doen zijn. Ik ben een aantal weken geleden op reis geweest naar Afrika. En dat was super leuk. En ik heb daar natuurlijk gefilmd. En dat ga ik jullie ongetwijfeld laten zien. En dat gaat nu gebeuren. Geniet van de video. The Sentinel.